Aan onze sporttafel vandaag NEC-doelman Norbert Alblas, Iwan van Duren, sportjournalist en schrijver van het zojuist verschenen boek Weekend Miljonairs. En Sjoerd Wijkamp, drijvende kracht achter veel altijd de theatervoorstelling over de Graafschap. Welkom Sjoerd. Afgelopen weekend 2 keer een uitverkochte zaal in Schouwburg Amphion met een voorstelling over de Graafschap. Had je dat durven dromen toen jullie meer dan een jaar geleden met het wilde plan kwamen? Ik ken geen Graafschap supporter die niet droomt. Dus dit was dan zeg maar onze droom. En we hebben Amphion omgedoopt in Dramphion. Wat ik niet had kunnen voorspellen was dat het was echt gewoon de voetbalclub echt letterlijk het theater in. Er werd gezongen, er werd af en toe zelfs gehuild. Ja, ik ben een soort mix van apentrots en helemaal kapot. Want er zitten me een uur in. Maar het was fantastisch. Het was echt fantastisch. Noem eens even wat hoogtepunten. Nou ja, het hoogtepunt vond ik eigenlijk al toen we besloten dat het ging heten Veur Altiet, een prijzenkast vol verhalen. Dus dat we wegbleven. 65 jaar de Graafschap. Ja, 65, maar we bleven dus weg bij die spaarzame prijsjes die wel in onze prijzenkast staan. Maar het ging echt om mensen. Ik had een kleine Stef, die stond 2 jaar geleden op de seizoenkaart. Die speelt nu bij de jeugd. Die ging daar gewoon even voor de microfoon met 800 man ging die vertellen. En als ik straks in het eerste speel, hoop ik dat jullie me steunen in voor- en tegenspoed. Dit is onze club. Cor Peitsman die speelt als oudspits opa. We hadden Boudewijn de Geer, die toen destijds uitgefloten werd, maar ons wel liet promoveren. En die kreeg een staande ovatie. En we hadden iemand die er niet was, maar die zo'n mooie stempel op onze club heeft gedrukt, Simon Kistenmaker. De man die wel voor een prijs zorgde. En voor verhalen. Ja, en voor verhalen. Zijn, ja. Ongeslagen kampioen toch? Ongeslagen kampioen, ja. Dat zijn mensen helemaal vergeten. Hè. We moeten Fox ook nog eens een keer bellen dat ze hier de bestanden opvragen. Ongeslagen kampioen. Zullen we even kijken naar wat hij teweeg bracht, terwijl hij er niet was in Amphion? Ja, was fantastisch. Kijk maar. Maar we gaan iets doen wat nog nooit eerder in een theater is gedaan. De ultieme hart onder de riem voor onze Simon Kistenmaker. Simon Kistenmaker! Simon Kistenmaker! Simon Kistenmaker! Simon Kistenmaker! Simon Kistenmaker! Ja, de verhaallijn was al snel bekend, hè, Sjoerd? Opa brengt kleinzoon naar bed en zegt wat er ook gebeurt in jouw leven. Je hebt nou eenmaal een blauw-wit hart en er valt helemaal niks aan te veranderen. Nou weet ik dat de man tegenover jou geboren is in Aalten, Iwan, hè? Achterhoek. Ja. Was jij ook zo'n klein jongetje die aan de hand van zijn vader of opa naar de Vijverberg ging? Nou, mijn vader die was meer VVV, maar ik ben mijn allereerste wedstrijd was met douwtrap. Ik weet niet of ze dat nog doen, maar dat deden we vroeger in de Achterhoek altijd. Dan ging je heel vroeg fietsen met je vriendjes. En dan hadden we een kaart bij ons, Varsseveld, Terborg. En dan moest je rechtsaf naar Doetinchem. En dan gingen we naar de Vijverberg. En daar waren iets van 40.000 mensen, tenminste in mijn herinnering. Het waren er 1300. We gingen naar binnen, Spinnekop. Dat was toen nog 3-4 betonnen tredes. En we stonden daar aan het hek. Het was zo groot. En achter ons begon ze te zingen. Vrouw Haverkamp, Vrouw Haverkamp. En dat ging dan over hele grote tieten. Weken over gehad met z'n allen, want ja, wat was dat allemaal? Dat was mijn allereerste. Toch zullen ze zich in de Achterhoek afvragen waar het mis is gegaan. Jouw hart ligt nu in Rotterdam in de Kuip. Ja, daar ben ik blij mee. En, ja, maar Feyenoord, daar word je niet bij keuze. Daar word je gewoon bijna geboren. Ja. En dat kun je niet meer veranderen. En ik was vlak voor de kerst, was ik wel op de Vijverberg. En dan springt mijn hart wel weer open, hoor. Wat een, Jij twitterde deze week daarover. Oh. Hè? Jij vindt dat de Graafschap een permanente wildcard moet krijgen voor de Eredivisie. Ja, absoluut. Echt gras, fantastische supporters, mooi stadion en een goede sfeer. En het is heel wild, maar je kan ook gewoon je kinderen meenemen. En die mengeling vind ik fantastisch. En het is Sjoerd waarschijnlijk ook de enige manier om in de Eredivisie te blijven. Weet je, voetbal is natuurlijk hard. En het boek van Iwan die gaat er ook over. Maar dat het ons lukt, dat er nog die ziel in die voetbalclub zit. Ja, daar ben ik zo ongelooflijk trots op. En dan weet ik ook wel, nu is het heel vervelend. Want die spelers komen niet voor die winterstop. En we staan onderaan. Vroeger draaiden we de televisie om. Maar nu beweegt het beeld mee. Dus we blijven onderaan staan ook. Maar dat het nog zo echt is. En natuurlijk moet er ook gepresteerd worden. En daar zijn heel veel mensen heel druk mee bezig. Maar dit, met die theatervoorstelling, maar ook zo'n opmerking. Iemand weet waarschijnlijk niet eens wat hij teweeg brengt. Maar dat is toch prachtig. Je doet het voor de mensen op de tribune. Als dat er niet meer in zit, dan is het alleen nog maar bedrijfsmatig. En dan pas ik ook. Norbert Alblas, net terug uit Spanje. Trainingskamp met de NEC. Ja, nou maar hopen dat de NEC geen permanente wildcard heeft voor de eerste divisie. Nou, daar gaan we niet van uit, nee. Nee, dat was niet zo'n hele lekkere eerste seizoenshelft. Nee. Wat gaat het worden nu naar Spanje? Nou, ik denk dat we maar één keuze hebben. En dat is zorgen dat we alle kopjes weer bij elkaar krijgen. En dat is volgens mij gelukt. En dat gaan we zondag zien tegen Eindhoven.
Hoe was het trainingskamp? Hoe was de stemming binnen de groep? Ja, de stemming was goed. Alleen die is eigenlijk altijd wel goed geweest. Omdat we allemaal vertrouwen in elkaar hebben. En, ja, we hebben hard gewerkt, goed gewerkt. En die lijn proberen we nu door te trekken. Jij raakte 3 maanden geleden geblesseerd, hè? Zware knieblessure. Je traint nu eindelijk weer mee met de selectie. Wanneer verwacht jij weer te kunnen keepen? Ja, dat vraagt iedereen. Ik wil het antwoord. Ja. Ja, dat wil iedereen ook. Nee, vandaag heb ik weer voor het eerst een groepstraining volledig meegedaan. Dat voelde heel goed. Dat was genieten, dus ik sta hier ook met een grote glimlach. En ik probeer het echt van dag tot dag en van week tot week te bekijken. En als de trainer vindt dat ik er klaar voor ben en groen licht van de medische staf hebben, dan hoop ik dat ik er weer sta. En is het dan al bekend, word jij dan automatisch de eerste keeper? Nee, Marco van Duin als heeft het niet heel onverdienstelijk gedaan. Iwan knikt ja. Dus, nou, wat ik zeg. Ja, nee, als de trainer vindt dat ik er klaar voor ben en als hij vindt dat ik weer de beste keeper ben die in de selectie zit, dan stelt hij me op. Maar het is niet over, zo dat over keepers gesproken, moet ik toch nog heel even kort naar jou, Sjoerd. We hadden Hede Jurrius, ging niet helemaal lekker, raakte al geblesseerd, lichte rugblessure volgens mij, werd vervangen door Etemadi Agil. Agil Etemadi moet ik zeggen, doet het best aardig. En nu lees ik dat de Graafschap weer met een nieuwe keeper wil komen. Heb ik ook gelezen. Wat vind je ervan? Nou ja, er zal iets spelen. Hè. Dat kan natuurlijk wat zijn vind dat jij ervan als supporter? Ja, de beste moet in de goal staan. Ik bedoel, daar zit ik zo simpel in. En Hidde is natuurlijk kind van de club, maar Giel eigenlijk ook. Dat is echt een superleuke man ook. Dat is echt een geboren superboer. Hij komt uit Iran, maar dat kan dus. Hè. Je kunt overal vandaan komen. Fantastische vent. Maar de beste. Ja, natuurlijk. En Agil heeft die wedstrijd waar iemand het over had tegen Vitesse, heeft hartstikke goed gedaan. Ja, ja. Maar ik ben niet op trainingskamp geweest. Het enige wat ik weet was dat het stervens koud was, keiharde wind, dus ze zullen wel wakker zijn. En we gaan gewoon nog even knokken. En er moeten nog een paar spelers bij, maar ja, dat zijn dingen, daar zit ik net iets te ver voor nu in ieder geval vandaan. Ik heb begrepen dat een paar spelletjes erbij geen makkelijke opgave heel is voor Peter Hofstede. Ja. Maar goed, jij kwam afgelopen zomer over van Ajax. Heb je er spijt van met jong Ajax? Weet je nog kampioen in de eerste divisie? Nee, ik heb er zeker geen spijt van. Ik denk ook dat ik in die 6 wedstrijden gespeeld heb, ook voor mezelf duidelijk was dat ik de goede keuze gemaakt had. En voor mij was duidelijk dat ik een stap wou zetten en gewoon weer aan spelen toe wou komen. En, dat was NEC geworden en ik ben er nog steeds heel erg blij mee met die keuze. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. Toen jij geblesseerd raakte, ging het bergafwaarts. Laat er een verband zijn, sta je zo weer als eerste keeper daar. Wie is jouw zaakwaarnemer, Norbert? Guido Albers. Ik hoor het al. Bekende naam voor jou, Iwan? Ik had vanmiddag aan de lijn. Was ergens mopperig over. Ja. Ben jij tevreden? Zeker. Ja? Ja. Keurige jongen? Ja, ik ben tevreden over hem. Hij heeft me deze zomer naar NEC gebracht. En dat heeft hij allemaal geregeld. En, nou, waarom belde die jou dan, Iwan? Ja, ik had iets in het blad geschreven dat zinde hem niet helemaal over contracten. Dus hij corrigeerde me even. En makelaars bellen wel vaker. Maar Albers is wel een van de grote, hoor. Frank de Boer, Kuit, noem maar op allemaal. Dus daar heeft hij wel een goede mee. Jij schreef met Tom Knipping jullie 5e boek alweer, volgens mij. Ja, hè? Ons 5e en mijn 7e alweer. Ik heb het thema Marcel Reuzen geschreven. Maar met Tom is dit het 5e boek. Ja. Weekend Miljonairs over de dubieuze rol van zaakwaarnemers in het betaald voetbal. Waarom moest dit boek geschreven worden? Behalve dat jij heel graag schrijft. Ja, ik schrijf graag. En ik schrijf graag over wat er achter de schermen gebeurt. En het meeste geld in het voetbal gaat eigenlijk om achter de schermen. En er is een enorme house aan zaakwaarnemers. Bijvoorbeeld de club als de Graafschap heeft weinig geld. Maar willen ze spelen, zullen ze toch een heel deel aan de zaakwaarnemer moeten geven. Mensen weten dat helemaal niet, weten niet wat voor bedragen dat gaat. En we vonden het leuk om dat bloot te leggen. En het is ook heel erg leuk, hoor. Het zijn pizzabakkers die willen miljonair worden. Fietsenmakers die willen miljonair worden. Raiola heb je het dan over, hè? Raiola, ze beleven de raarste avonturen. Hadden we net nog over. Raiola is ongeveer begonnen bij de Graafschap. Alleen toen was hij nog niet zo subtiel. De Nederlandse Napolitaan voor de mensen die hem niet kennen. Die met één deeltje 30 miljoen pakt. Ja, dus we hebben het verkeerde beroep. Nou, kennen we allemaal Cor Koster, hè? Schoonvader en zaakwaarnemer destijds van Johan Cruijff. In mijn ogen was dat een idealist. Spelers werden toen de tijd uitgeknepen door de clubs. En hij zei van, dat geld moet naar de spelers zelf. Is dat dan zo veranderd, dat wereldje? Mooi dat je dat zegt, inderdaad. Want zo was het wel. Hij was wel een keiharde zakenman, hoor. Alleen vroeger, Cruijff's moeder was schoonmaakster bij Ajax. En hij kwam bij het bestuur en gefeliciteerd. Je mag voor Ajax voetballen. En er zaten dan 3 blanke mannen. Ze zijn nog steeds bijna allemaal blanke, die bestuurders. En dan kregen we het consumptiebon of een beetje geld. En Koster zei, ja, maar hou eens eventjes, zo is het niet. De stadions komen vol, die spelers die zorgen ervoor. Spelers moeten ook betaald worden. Dus dat is wel een revolutie geweest, daar heb je wel gelijk in. Alleen die is een beetje doorgeslagen. En de transfermarkt is een van de lucratiefste business om in te duiken. En je hoeft net als
voor journalist geen enkel diploma te hebben. Gelukkig maar, hè? Ja, dus, ja. En ik vertelde net, we werkte bij VI ook iemand. Die had zoiets, al die deadlines. Ik word zaakwaarnemer. Die ging naar een wedstrijd kijken, zag een leuke speler. Die heette Van Nistelrode. Nou, en de eerste transfer een jaar later was 1 miljoen. Hij pakte 10%. Twee jaar later ging hij van PSV naar PSV voor 15 miljoen. Maar wat stuit jou dan zo tegen de borst? Want toen ging het geld naar de clubs, nu gaat het naar de makelaars. Wat doet dat met het spelletje zelf? Er stromen miljarden weg uit het voetbal. En dat vind ik jammer. Voetbal is voor mij een vereniging. Daar staan ze in de Graafschap staan. Gaat staan de honderden vrijwilligers zijn aan het werk. Iedereen doet zijn best om die club groot te maken. Dat de spelers goed verdienen, prima als ze presteren. Maar dat er allerlei mensen tussenlopen die eigenlijk geen functie hebben. En de clubs moeten die mensen betalen. Ja, dat vind ik een beetje Raiola die 30 miljoen pakt op één. Maar jij gaat daar ook verder in. Jij zegt ook van, joh, de makelaars hebben de macht binnen een club. Is ook absoluut zo. Kijk naar Fortuna Sittard, hè. Die stonden nog beroerder voor dan de Graafschap. En er komt een eigenaar. Gewoon een goed technisch manager nu, Sjoerd Ars. Er komt een eigenaar. Ja, die is er ook gaan werken. Ja. Ja. Er komt een eigenaar. Den Bosch zelf, die heeft wat makelaars om zich heen. En die hebben zo'n netwerk dat je eigenlijk alleen op die manier de goede spelers nog kan krijgen uit hun eigen zak. En doe je het niet, heb je ruzie, heb je een probleem. Dus ze hebben wel heel veel macht, ja. Moeten de Graafschap en NEC zich zorgen maken over dit soort zaken? Oh, die weten al precies wat speelt, hoor. Daar zo, ja. Die kennen de klappen van de zweep. Zondag Eindhoven uit. Ja. Altijd lastig, zeggen ze dan, hè? Altijd lastig, ja. Kijk, dan moeten we gewoon 3 punten pakken, zo simpel is het. En dan heb je ook wel met elkaar een bevestiging dat we goed bezig zijn. En nou, daar gaan we vanuit. Sjoerd, jij stond op het podium zelf ook, hè, tijdens de voorstelling Veur Altiet. Dat is de theaterdirecteur niet ontgaan. Hij wil een one-man-show. Ga je dat doen? Ik las het. Nou ja, dit is wel een van de grootste geheimen hier. Dus gelukkig toch niemand bij. Ik heb ooit een keer voor de carnaval in Doetinchem. We hebben in de Achterhoek al carnaval, hè. En Doetinchem doet heel erg zijn best om dat ook op de kaart te zetten. En daar heb ik ooit een keer een typetje gedaan. En toen was het typetje een persiflage op onze regionale verslaggever van de krant. Dat was 1 keer heel leuk. De 2e keer moet je dat niet meer doen. En de 3e keer wil ik gewoon met tomaten van het podium af. Dus, maar ik, kortom, ga je het doen? Als het voor de club is, zeker. Als het de club iets oplevert, dan ga ik het doen. Hij gaat het gewoon doen. Iwan, jij volgt Vitesse ook, ja, hè, voor Voetbal International. Ja. Ja. Je hebt nog een weekje vrij. Die zijn dan weer volgende week pas te spelen. Heerlijk, ja. Vrijdag Excelsior thuis, dan begint het allemaal weer. Je gaat nog een keer jouw boek lezen. Ja, absoluut. Hoe goed het is. Nee, maar Vitesse begint weer. Zijn Bero is geblesseerd geraakt. Dat is heel jammer. Dat was een van de leukste spelers. Maar die hebben ook veel goed te maken met het NEC. En ook als de Graafschap. Dus alle drie de Gelderse clubs moeten aan de bak. Nee, de ram moeten ze. De ram, ja. Op het erg, hè. Iedereen moet de ram. Maar hij is niet meer dan de rest.